Het is belangrijk om de jeugd vanaf het begin van het traject van de energie-, olie- en gasindustrie van Suriname mee te nemen. En dus waren op de laatste dag van SEOGS 2023, dat was gisteren, 80 studenten van het NATIN en de Anton de Kom Universiteit van Suriname uitgenodigd onder het thema De toekomst voor de jeugd in de energie-, olie- en gassector. Het verslag is van Aranza Zweedum. Het is de laatste dag van de SEOGS 2023 en het wordt afgesloten heel mooi met een Youth Empowerment Sessie. En tijdens deze sessie heb je dus verschillende motivatiesprekers, maar ook de tools die ze gaan krijgen en veel meer informatie over de olie- en gassector in Suriname. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Rivelino Tjontaksen doen we verslag voor u. Tijdens de motivatiesessie werd ingegaan op de intrinsieke motivatie die de jeugd zou moeten drijven om een succesvolle carrièrepad te bewandelen. Diverse inleiders en motivatiesprekers hebben door middel van een interactieve sessie getracht de basisvaardigheden voor het bereiken van hun doel bij te brengen. Dit gedeelte van deze summit zorgt ervoor dat de drempel veel lager wordt. Like, ze worden deel van dat hele proces van, you know, like oil and gas is happening in Suriname. And now they're part of it, so I really love it. Een ander idee is misschien om jonge ondernemers, zeg maar, ook duidelijk te maken hoe zij ook binnen het heel oil and gas gebeuren een bijdrage gaan kunnen leveren. Zo kunnen ze dan ook voelen van, hey, ik geef ook iets ervoor en ik haal er ook iets uit. Want het is soms nog een beetje vaag voor vooral de iets jongere ondernemers. Als je uitgaat van het principe de jeugd heeft de toekomst, dan moet je natuurlijk met de jeugd bezig zijn. En je moet ook kennis overdragen aan jongeren over ja, welke hobbels je als ouder hebt moeten nemen in jouw carrièrepad. En dat het niet altijd even makkelijk gaat, maar dat je door vallen en opstaan eigenlijk groeit. En daarom is het heel belangrijk om ze in een zo vroeg mogelijk stadium ook te betrekken bij de processen die in het land gaande zijn. En zeker als het gaat om olie en gas op dit moment. We moeten olie en gas of the knowledge about oil and gas incorporeren in eigenlijk de studierichtingen. En hoe het eigenlijk past binnen hun jasje. Dan ga ik het bijvoorbeeld hebben over juridische wetenschappen, waar oil and gas daar eigenlijk past. Als je kijkt naar bijvoorbeeld business administration, waar oil and gas daar past. En zodoende kunnen we dus gaan kijken en een beetje spelen en de informatie geven en de jongeren, de studenten eigenlijk bewust maken van, hey, kijk, joh, je studeert geen olie en gas, maar olie en gas richting, ja, het is heel breed. Ja. Ook omdat de oil en gas eigenlijk de nieuwste ontwikkelingen zijn en de recente ontwikkelingen zijn in het land. En ze hebben eigenlijk dan ook mensen nodig in, tijdens deze periode. En ik vind het heel goed dat ze ons hebben meegenomen. Omdat oil en gas natuurlijk is iets voor de toekomst. Is een nieuwe industrie in Suriname. Dus je hebt sowieso wat jongeren nodig om eigenlijk hun ideeën later te kunnen gebruiken. En ook om ze zodanig te begeleiden dat ze in die industrie kunnen meedoen. We staan dus hier bij Strategic Recruitment Suriname en we gaan praten met mevrouw Lucinda Pinas, want zij gaat ons dus uitleggen wat ze ervan vindt dat jongeren worden meegenomen in de olie- en gassector van Suriname. Mevrouw Lucinda, wat vindt u daarvan? Wat ik daarvan vind, ik vind het heel belangrijk dat we jongeren meenemen in de oil- en gassector, maar sowieso jongeren meenemen breed in alle vacatures van Suriname. Goeiedag, jullie staan ook op de fair voor de jongeren. Wat is jullie doel in het geheel als het gaat om de jongeren helpen tijdens de olie- en gassector in Suriname? Ja, goeiedag. We gaan alvast naar wat hun interessegebied is op dat, met betrekking tot oil en gas. We leggen ze uit wat wij allemaal doen, wat onze technicians voornamelijk doen en wat de mogelijkheden zijn. Want we hebben voor de mensen die speciaal daarvoor uitgekozen worden, een marine traject. Dan kunnen ze zich daarin verdiepen, ze kunnen certifications behalen, alleen dat ze in die sector ook mogen gaan uitblijken namens firma. En wat vind je ervan dat de jongeren meegenomen worden in het geheel van oil en gas? Helemaal goed, want jong geleerd is oud gedaan. Dat is een ding dat men heel vaak zegt. En het is daadwerkelijk waar.
wanneer ga je die informatie tot je nemen om het uiteindelijk uit te voeren? Dus nu moet je al beginnen, nu moeten ze weten wat er allemaal is om je te oriënteren. Want je moet een besluit nemen voor over 5 jaar, maar je moet er naartoe werken. Dus nu over 5 jaar moet je zeggen, mij goed, had ik het maar geweten. Nu daar je jong bent, moet je daar naartoe werken. Je neemt kleine stappen om uiteindelijk daar terecht te komen. Je staat ook bij de sessie, nu is er een fair waarbij dus bedrijven aan participeren. Hoe heb je dit geheel ervaren? Zo, persoonlijk vond ik het heel leerrijk. En we hebben althans ook meer kunnen weten over directeur van Staatsolie, hoe hij te werk is gegaan. Wat andere sprekers hebben gedaan om zo succesvol in hun leven te komen. Hoe wij het moeten aanpakken verder, hoe wij te werk moeten gaan. En nu zijn we gewoon bezig te netwerken om te kijken van hé, misschien wil ik hier werken. Is dit iets voor mij als bachelorstudent? Kan ik het doen, weet je? Zo ja. Dat was het wat betreft de derde editie van de Suriname Energie, Olie en Gas Summit. Samen met mijn collega Sifra Goudland hebben we geprobeerd een verslag voor u in elkaar te zetten van de activiteiten die hier gebeuren. Het was een eer en genoegen om een verslag voor u te maken. Ik ben Aransa Swedo, samen met cameralui Cheyenne Nyangino en Rivelino Tjuntaksen. Tot de volgende keer.